vaak doe je allerlei dingetjes goed bedoeld en soms doe je dan heel onbedoelde dingen fout. Tijdens het verzorgen van mijn kippen liep ik voorbij aan deze kruiwagen en ik zag in één keer iets bewegen in die kruiwagen. Ik denk, wat staat? Nou, wat gebeurt hier? Bijen hebben in het voorjaar veel water nodig. Dat is een makkelijke waterbron, maar dat is ook een heel makkelijke om in te vallen en om dan kopje onder te gaan. We gaan kijken of we die bijen kunnen helpen en of ik kan voorkomen dat hier nog meer bijen gaan verdrinken. Want natuurlijk die bijen wat wel succes hebben, die kruipen eruit en die vliegen terug in die kast en zeggen, achter moet je zijn, lang bij, lekker water. En die bij die komt en dan plonst erin en die bij verdrinkt ook weer. Dus dat gaan we hier proberen te voorkomen en we gaan een reddingsplan maken voor deze bijen. Operatie Red de Bijen gaat beginnen. Ik heb heel veel dingen bij me, maar wat ik niet standaard bij me heb, is een E7. Niet dat ik bang ben dat die bijen me steken, maar dat is gewoon makkelijk om ze eruit te halen en ze een beetje te laten drogen. En dan gaan we de bijtjes proberen te redden. En dan gaan we eens beginnen met diegenen die er het meest dood uitzien. En wat sommigen nog heus van zullen zijn, hè. Maar ik weet ook zeker, een heel aantal niet. En vaak zien ze er hartstikke dood uit. Laat je ze drogen. En dan in één keer denk je van, hé, ze doen het weer. Leave no bee behind is de missie voor vandaag. En ik zie er eentje al bewegen een beetje, volgens mij. Een beetje zaagsel, dan gaan we daar de bijtjes in doen. Denk ik dat ze daar het makkelijkste in drogen. En ik zie ondertussen, liggen, zie ik toch van alles bewegen, zie je? Dus het is niet allemaal verloren zaak. Goed. De bijen uit het water, die heb ik nu gered. Ik zie wat leven in het potje, dus dat is niet van niks. En je ziet gewoon sommigen komen aan. En landen bijna erin alvorens dat ze zich nog kunnen bijsturen. Maar hier zie ik weer een bij bijvoorbeeld met een dikke druppel aan de... Kom maar. Zie je? Met dikke druppels probeert ze zich leeg te wapperen. Maar het probleem is niet alleen dat ze zich leeg moet wapperen, maar ze zijn ook onderkoeld geraakt. Bijen zijn meegerecht. Zo. En dat is wat hier nu gebeurt. Als je deze nu ziet zitten hier, die hebben elkaar geprobeerd te voeden waarschijnlijk. En eigenlijk zitten die allemaal op het randje nu. Die zijn onderkoeld geraakt. En die wachten op de zon om op te warmen. En zodra de zon gaat schijnen, warmen ze op. En als ze dan nog de energie hebben, hoeven ze waarschijnlijk maar een heel klein stukje terug te vliegen naar die kassen daar. En dan zijn ze gered. Alleen, die zon gaat vandaag niet komen. Dus we krijgen de volgende. Dus we krijgen deel 2 van mijn plan dadelijk. Tussen zijn we aangekomen bij mijn geheime laboratorium. En dat is twee keer niet waar, want ten eerste het is geen laboratorium en ten tweede het is geen geheim. Dus mijn imkerwerkplaats, mijn imkerij, mijn chaos, mijn voorraad, mijn waar ik woon, zeg maar. Toevallig had ik vanmorgen wat bijen was ik aan het opwarmen. Dus deze is warm. Aangezien de bijtjes toch op houtsnippertjes zitten. Kijk eens wat ze al beginnen te leven allemaal. Hè? Dan gaan we ze hier even opzetten. Om ze gewoon even lekker op temperatuur te laten komen. Ik denk een... niet lang. Zoals je ziet zijn een heel aantal heel mooi actief geworden. Potjes ook lekker warm. En die zijn echt wel klaar om naar huis te gaan. Dus nu komt deel 3. Was dan deel 2? Nou, het volgende deel van mijn grote plan. Namelijk de bijen. Hè? Niet Free Willy, maar Free. Ja, wacht maar, de bijen hadden ook een Willy. Hè? Nou,
toch een soort free willy. Als je hoort dat ze zeggen, je moet bijen geen honing geven. Zeker niet dat spul uit de supermarkt, dat klopt. En honing die te vaak verhit is, die heeft ook een verkeerde... Daar is iets gebeurd met de VFH, VHF, VHS, nee dat was van vroeger. Een of ander iets in de suiker wordt uiteindelijk, als het te vaak vergiftigd is, giftig voor je bijen. Maar ik denk dat er een heel aantal meteen spontaan vandoor gaan zodra ik het potje open zal maken. Sommigen hebben het nog niet door. Wachten, maar ik kan het gewoon zo doen. Iedere bij voor zichzelf. U ziet, is dus dat ze sommigen staan een beetje spastisch te doen. Kom. Wat hij nog niet door heeft, is wat voor lekkers ik hier heb. Hallo. En nu zegt hij hier, oezo, honing, wauw. Ik weet niet of hij dat zegt, maar goed. Oké. Hij valt ervan op zijn rug. Hij was er ondersteboven van. Bie. En mensen die nu vragen, steekt hij niet? Ja, waarom zou die? Ik doe ze niks, ik ben geen bedreiging of wat dan ook. Wat we kunnen. Honing. En dan... Gaat plan deel 3 voor mijn plan, volgens mij ook nog een deel 4 krijgen, zo te zien. Bijenredding deel 3, 4, weet ik niet meer. Ik zag net dat het potje is redelijk vochtig. Dat komt, neem ik aan, doordat ik het veel honing erin had en hem op die verwarming had gezet. Dan komt natuurlijk vochtvrij. Dus nu om te voorkomen dat ze eigenlijk alsnog aan de warmte onderdoor gaan, ga ik de volgende lading loslaten. Free the bee. Even kijken of er weer een paar willen vertrekken misschien. Meestal haten. Baby, dead cat, zeg maar hoe ze die dingen heten. Aan de verdediging. Dit is trouwens een hele oude bij. Die heeft een helemaal zwart achterlichaam. Echt een winterbij van het afgelopen jaar. En er zitten geen haartjes meer op zijn kont. Er komt hier een buurt die door wat er hier honing was. Ik denk dat deze bij wel op zijn einde is. Nou. 3 bijen over, vind ik eigenlijk van al die aantallen ooit straks zag, vind ik het echt wel een heel goede score. En die 3, dan gaan er 2 daarvan vliegen nog naar huis. Dat is er eentje, deze. Ik denk dat die er niet over door gaat komen. Wat ik het overigens echt tof vind om te zien, daar kunnen wij als mens nog wat van leren af en toe, is hoe bijen elkaar helpen. Het is eigenlijk niet logisch om te doen. Je kunt er veel beter vandoor gaan en ieder voor zichzelf.
En toch zijn ze elkaar aan het helpen en verzorgen. Dit zijn willekeurige bijen uit willekeurige kasten. Dus niet dat dit allemaal familie is. Als je je vingers bij elkaar doet, dan prikt hij wel trouwens. Die komt trouwens op me zitten, niet omdat hij me zo lief vindt, maar ik heb gewoon warme handen natuurlijk. Deze zijn een beetje in het kletsen. Er komt de volgende bij. Ik zal je vertellen wat ik heb meegemaakt. Ik ga door, ging naar de kroeg. Deze zijn gewoon wat gezellig aan het vertellen en high five en pootje op de rug en voelspritjes tegen elkaar en nou, het lijkt wel een bijeenkomst. Ook deze twee hebben elkaar wat te vertellen zo te zien. Is toch mooi hè? Kom, ik poets je, ik lik je even schoon. Ja, je bent jezelf ook aan het poetsen zie ik, maar ik blijf je likken. Zie je dat? Zijn tong? Daarmee is hij dus die andere aan het poetsen. Is toch gaaf? Is toch bijzonder? En laat u niet vergeten, er ligt een hele plas met honing eronder. Hij heeft geen reden om die andere af te likken, behalve dat ik denk van nou volgens mij kan ik jou helpen. Goed, sommige bijen zullen dit avontuur niet overleven, maar wederom, de meeste hadden toch eigenlijk al geen kans. Anderen wel weer, anderen hebben wel wat. Van alle bijen die ik eruit haalde, zijn dit de slachtoffers. 1, ja, 2, 3, 4. En deze heeft het meeste gevoel voor drama. Hoe die gestorven is, nee, mag je misschien, weet niet. Maar goed, al deze leven nog, maar komen er op dit moment even niet mee gedraaid alvast, laat ik het zo zeggen. Dus die gaan we weer terug naar binnen, die gaan we wat langer laten opwarmen. Hier zit honing in die spons. Dus ze kunnen eten, drinken, maar net hoe je bekijkt. Ze kunnen opwarmen. En aan het eind van de dag zal ik ze dan de vrijheid proberen te geven. Dus operatie Be Good.